Yo, mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vergeet was zeker niet op dat duimpje te klikken en dat was te abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag zijn we aangekomen met de SC20 Career Mode en we spelen vandaag tegen PAX Zwolle. Ja, we gaan allemaal zien hoe het allemaal gaat uitpakken in de Twente Career Mode. Ja, we gaan het allemaal zien hoe alles loopt, hoe alles draait. Ja, dat gaan we zien. Hè? Dat is de bedoeling hiervan. Vergeet het vast natuurlijk niet op duimpje te klikken en te abonneren, want ja, we zijn weer terug. En ja, we hadden natuurlijk een tijd niet meer geüpload, we zetten nu sinds maandag weer in de uploads natuurlijk. Het is vrijdag als jullie dit zien. Dus ja, we komen er weer aan. Nou ja, jullie worden een beetje Sjiet de Vos, Jeroen Guter op de achtergrond. Ik zal zelf ook een beetje commentaar gaan geven natuurlijk. Espinosa komt er hier niet door. En dan komt het direct rood! Ja, daar gaat Jeroen van der Lely. Alhoewel ik ook eerlijk moet vertellen dat Twente maar twee schoten heeft gehad. Nou, het is in ieder geval rust. Tja, dat was geen beste eerste helft van Siert. Hij speelde niet veel klaar voorin en zal echt wat beter zijn best moeten doen om de verdediging in de luren te leggen. Het is nu rust bij Twente PEC. 0-0 is de stand. 10 schoten voor PEC. Maar ja, zie het maar weer te klaar als Twente zijnde. Vooral met zo'n spits als SLAI die gewoon CVM is. Ik bedoel CM is, ja. En je fucking Oosterwijk hier hebt staan. Ja, dan kom je er ook. Niet echt bepaald, nee. Ja, en dan kan Twente wat doen vlak na rust. En nu de voorzet, denk ik. De doelman moet opletten. Achterin gaat het gruwelijk mis. Ja, het is wel de bedoeling dat we uiteindelijk gewoon nog proberen weg te gaan met Twente. Ik vind Twente echt gewoon slechte en fruk spelen op FIFA. Maar ook gewoon geen snelheid in de ploeg. En daar kan ik gewoon niet tegen, echt niet. Ik ga Aitor in de spits zetten en die Oosterwijk kan er ook geen ene koulo van. Ik heb hem er net in staan, maar boeien. En dan is het 2-0. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Ik denk niet dat Twente deze wedstrijd nog weet terug te zetten, nee. Slordig.
fluitje van de arbiter. Zwolle mag de aanval voortzetten. De doelman moet opletten. De speler werkt de bal naar voren. Ilias Belhassani. En nog een keer rood. Ja, ongelooflijk. Waarom doet FIFA dat ook zo laat? En ook hij krijgt de rood van de scheids. Bang, bang, bang. En heeft helemaal gelijk. Dit is echt niet normaal. Weer een rode kaart voor dit team. Ruimte ingestuurd. Ja, en dan is het ook nog 3-0. Daar was hij hoor. In de eigen 16. Hij anticipeert. Hij schept die paas. Nou ja, 3-0 tegen PEC is slecht. Het liefst deze wedstrijd nog weg. Dennis Johnson. We gaan 2 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Nou ja, Twente verliest met 3-0 van PEC. Het is niet goed genoeg geweest. En nu wordt het oppassen. Twente PEC 3-0. Ja, ik hoop eigenlijk op een mooi aanbod. Meer kan ik echt niet hopen. Ajax, Feyenoord, PSV. Ja, ik wil graag naar het buitenland, maar ja, als dit het is. Dan wil ik nog wel even wachten. Wacht, het kan nu ook veranderen. Welke clubs bieden zich nu aan? Ajax. Ja, dit is mooier. Ik wil graag in de La Liga spelen. Als dat bij Real Sociedad kan, zal dat heel mooi zijn. Ah, jammer. Nou ja, is niet anders. Was wel een mooie competitie geweest. RB Leipzig. Staan vierde in de competitie. Ja, Union Berlin, daar wil ik het best eens een keer proberen. Ik vind dat een leuke club. Ik denk dat ik er wel heen kan. Ja, Union Berlin wil ons. Nou, we gaan dat gewoon accepteren. We hebben scheid. En dan is dit de derde club in het seizoen waar we heen gaan. Bij Emmen vonden we het... Ja, daar ging het op zich goed, maar ja, aan de ene kant ook weer niet. Dus ja, dan zijn we aangekomen bij Union Berlin. En moeten wij nog even punten pakken. Dat is eigenlijk het doel. Uit die degradatie. Want we zitten nu op playoffs. Degradatie is niet ver weg. En dan wil ik graag ver weg wel blijven. Wel heel triest dat Paderborn 3 punten heeft uit 30 wedstrijden. Sorry. Ook triest van Union Berlin trouwens. Nou ja, 14e is nog haalbaar. Dus dan moet dat in Köln gebeuren. En het zou wel heel mooi zijn als wij dat gewoon voor elkaar krijgen. Dat zou wel een droom zijn.
naast me zit Jeroen en ik ben Siert. En want we gaan kijken naar Bundesliga. Becker. Ja, die is snel. Kunnen we beginnen, scheidsrechter? Ja, en die is snel. Becker. En dan kan hij er al in. Nee. En daar is 1-0 voor Union Berlin. Daar was Becker. En die schoot mij een partijtje hard. Oh, en daar weer een fout van Keulen. Voor Union Berlin. Weer een grote blunder in de verdediging. Union Berlin. De keeper had hem nog bijna. Dan scoort Bulder. Hij krijgt hem over. Oh, daar is Becker. 4-0. En dan zo snel deze wedstrijd al klaar. En daar kan het 4-1 worden voor Köln en dat is het. In 18 minuten 5 goals. Zie je ook niet elke dag. Ja, dan duikt hij daarop in het 16 meter gebied en dan haalt hij direct eigenlijk ook heel hard uit. En dan ploft de bal in de rechterhoek van het doel. We trappen af met een score van 4-1. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. Ja, ik wou Becker bereiken, maar die moest dan wel wat meer. Die deed ook zijn best om door te lopen, maar ik zag het gewoon eigenlijk niet. En daar is Becker. En daar komt toch bijna iemand in vliegen ook nog. Heel te zwak op
wordt daar onder druk gezet. Hij wordt daar onder druk gezet. 3 minuten blessuretijd. De bal is voor hem. Ja, daar kan Becker op zomen. Ja, dan is het toch rust bij Union Berlin tegen Köln in 2-4. Dan wordt het toch nog zo een beetje redelijk gevoetbald. Als Union Berlin de 2-5 maakt, dan is deze wedstrijd wel klaar. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. Kijk, goed gezien, jongen. Kan er een kans opleveren. Ja, kans! Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Ja, daar is de 2-5. Uit een kopbal. Ze laten hem los. Ja, dan kan je binnenkoppen. Dan is het 2-5. Nou, Union Berlin wint ze eerste wedstrijd onder leiding van Wesseling. Winnen ze dus. Waar ook Geraldo Becker er 1 of 2 maakt. Dan gaan we naar het interview. Ja, die moet wel goed zijn. Dank u dat u voor een kort statement hier bent, zo kort na het spiel. Nou, hoe blij ben je met je overwinning? En dan komt Union Berlin met momenteel op gelijke hoogte met Augsburg. Maar ik denk dat Augsburg wel wint. Oh, dan kunnen we de volgende wedstrijd nog winnen van Paderborn. En dan is de stand bijgewerkt. En wint. Augsburg niet. Het speelt gelijk. En komt het dus op 1 punt. Kan Union Berlin volgende week dus de plek 15 pakken? Ja, daar gaan we dus wel voor. In ieder geval mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet daar vast zeker niet op dat duimpje te klikken. En dat was te abonneren voor meer natuurlijk. En ja, dan zien wij jullie later. Later mensen.